Hey, welkom bij een nieuwe tutorial. Ik ga jullie vandaag een paar tips geven om je paardenstaart of je ponytail een beetje voller te doen lijken. Eerst ga ik beginnen met mijn haar in twee delen te verdelen en ik ga enkel een staartje maken met het onderste deel. Het is belangrijk dat je die heel strak maakt, want dat maakt eigenlijk het verschil vooral onderaan. Dat je niet zo die doorgezakte paardenstaart krijgt, maar dat die echt mooi strak gelift is. Dan mag je dat bovenste deel terug losmaken en dan ga ik dat een klein beetje touperen met een borstel om een beetje meer volume te krijgen bovenaan op mijn hoofd. En vervolgens ga ik gewoon al mijn haar samen nemen en een staart maken tezamen met dat staartje dat ik al heb. Dus als ik naar mijn elastiekje rond doe straks, mag dat gewoon rond alles tezamen. Ik ga nu focussen op de staart zelf. Wat ik nu ga doen is bovenaan in mijn staart, dus eigenlijk echt aan die aanzet, een klein beetje volumepoeder aanbrengen. En dat is iets dat uw haar nogal stug maakt, een klein beetje kleverig ook, waardoor dat er eigenlijk meer textuur in zit en dat het ook gewoon beter gelift blijft. Maar ik zou wel aanraden om dat echt enkel hier te doen en niet op de puntjes, want dat kan soms een klein beetje uitdrogen en je wilt natuurlijk niet dat je puntjes van je staart zo heel pluizig worden. Dus probeer dat echt enkel hier aan te brengen. En dan bestaat er nog één heel handig trucje waarmee je je pony nog wat voller kan maken. En dat is met behulp van zo'n klein knijpspeltje. En je gaat direct zien wat ik daarmee ga doen. Ik ga gewoon een deel van mijn staart liften, dat daarin klippen en die dan terug naar beneden doen. En dan wipt die zo mooi. En als finishing touch ga ik nog onderaan een lok nemen en die daar ronddraaien. Dat is altijd iets mooier omdat je dan dat elastiekje niet meer ziet zitten. Zo, uiteraard duurt dat wat langer dan gewoon snel de staart maken met een gewoon elastiekje. Steekt er iets meer moeite in, maar het verschil is wel vrij groot, vind ik zelf. Dus als je graag wat meer volume hebt in je haar, of als je dun haar hebt, zeker eens proberen. Heel veel succes ermee en ik zie jullie terug in de volgende beauty call. Salut! Flair, flair.